mensen die... Beste mensen, mag ik inbreken? Jullie zijn nog net voor de vergadering, of voor de bijeenkomst, wat hebben we, of een workshop. Workshop, we volgen samen een workshop. Ik geef de workshop, de Kitty Kottie Tafel workshop, waarin de kennis wordt overgedragen over het organiseren van een Kitty Kottie dialoogtafel. En een Kitty Kottie dialoogtafel bestaat uit 3 onderdelen. De dialoogmethode, de rituelen en de gereconstrueerde Kitty Kottie maaltijd. En gedurende 3-4 bijeenkomsten dragen wij als stichting deze kennis over. Even voor de mensen, wat de Kitty Kottie tafel, dat is op 3 juli? Ja, Kitty Kottie betekent 1 juli, sorry. Ja. Verbreek de ketens en is de belangrijkste kalenderdag in de Surinaamse gemeenschap. En het is... En de Antilliaanse gemeenschap, de Caribische gemeenschap. En wij herdenken en vieren dan dat op 1 juli in 1863 door de Nederlandse overheid slavernij is afgeschaft. We moeten er wel bij zeggen dat de tot slaafgemaakte nog 10 jaar zonder betaald te krijgen hebben moeten werken. Dus eigenlijk is de slavernij pas in 1873 afgeschaft. Ja, ja. We organiseren dus de Kitty Kottie tafel om ook daar aandacht aan te besteden en met elkaar in gesprek te gaan over het slavernijverleden. Met mensen met een migratieachtergrond en mensen die dat niet hebben. Dus zo kom je meer over elkaar te weten, dus echt die verbinding aangaan. En dat doen we op 1 juli, dus die datum hier in de CB. Ja, ja, en dat is afgezien van de lading die erin zit en het educatieve aspect. Is het, ik zag er een paar foto's van onlangs, het is ook gewoon een... hele gezellige avond waar mensen van allerlei verschillende culturen met elkaar eten, praten en... Het heeft ook een informele kant, volgens mij. Wat Marjolein zei, het is ook met name bedoeld om de verbinding met elkaar op te zoeken. Het thema leent zich daar ook bij uitstek voor. Sigrid, jij hebt vanmorgen nog op de radio over het thema verteld. Maar Sigrid, sorry dat ik het niet weet, maar wie ben je? Want je bent niet zomaar Zil van de Dag natuurlijk. Waarom werd je daarvoor gevraagd? Nou, ik ben aangestuurd bij wijze van spreken. Ah, kijk. Ik heb er niet primair voor opgeworpen, maar ach, ja. Maar heeft u er vanochtend ook over Kitty Kottie gesproken op de radio? Ja, ja. En ook over het thema verteld? Ja. Maar niet zo goed als jij dat kan. Het thema van de dag van onze Kitty Kottie tafel is familiegeschiedenissen. Van wie ben je erin? Dat spreek je nog niet helemaal uit. Daar werken we straks ook nog aan. Wie ben je erin? Van wie ben je erin? En op zijn Surinaam zeggen van wie is je vader, wie is je moeder. Ah, oké. Ja, en daar gaan we het over hebben. Ah, maar dat is wel heel leuk. En dat vind ik nu al verbindend. Ja. Ja, ik dank jullie allemaal voor de korte tijd. En ik wens jullie heel veel succes. En we zien elkaar de 1 juli. Ja, ik hoop dat je erbij... Het is in de ZB. Dus ik dat zeker wel eens. En iedereen is welkom. Aanmelden bij... via de link. Die zal ik al Die zet ik er dan nog wel bij. Komt helemaal goed. Dank jullie wel. Ja.